We moeten echt veel meer nadenken wat de wereld nu van ons vraagt. Dat geldt bij de economie, maar dat geldt bij de ruimte ook. En dat is toch interessant om te zien. We zijn nog heel erg bezig met onze infrastructuur en bereikbaarheid. Maar als je nadenkt over duurzaamheid in de wereld en je ziet dat decentrale energieopwekking veel belangrijker gaat worden dan centrale energieopwekking. Dus die grote stromen met olie en dat soort dingen, die gaan echt verdwijnen. En ook als ik naar de voedselproductie ga kijken, ben ik er wel van overtuigd dat dat niet meer op de manier gaat plaatsvinden zoals nu, maar veel dichter bij de consument. En dus hele andere logistieke processen met zich mee gaat brengen. Dan vraagt dat ook heel veel over de inrichting van onze infrastructuur. In Agriport A7 zijn ondernemers nu al bezig met het sluiten van kringlopen, innovatieve productie, kostenbesparing en het benutten van elkaars kennis en kunde. Inmiddels derde generatie familiebedrijf. Wij bestaan 76 jaar en wij hebben eind vorige eeuw gedacht van ja, hoe moeten we nu de 21ste eeuw in als bedrijf? Waarbij we hebben gedacht van als we nou onze logistieke nadeel van het feit dat we alleen zitten willen compenseren, dan zouden we eigenlijk zoveel mogelijk buren moeten krijgen waarmee we logistiek kunnen combineren. Later hebben we vanwege de behoefte aan energieinfrastructuur hebben we daar een energieconcept aan toegevoegd. Eigen energiebedrijf, eigen infrastructuur. En daardoor zijn we weer in staat geweest om andere bedrijven aan te sluiten. Ook bedrijven uit, niet uit onze branche. Waar Microsoft dus een voorbeeld van is. Wat ik mis is overleg. Gewoon toch meer gezamenlijk nadenken over. En niet alleen met de hele grote bedrijven. Want ik geloof best wel dat die multinationals een visie hebben op de komende 25 jaar. Maar dit is ook economie. Er is hier buiten Microsoft zeg maar 700, 800 miljoen geïnvesteerd de afgelopen 7 jaar. Allemaal familiebedrijven, allemaal Nederlands, allemaal productie. Er is best wel veel aan de hand in Nederland, ook buiten de multinationals om. En deze bedrijven hebben ook een bepaalde visie op hoe het land zich ontwikkelt, hoe de bedrijven zich ontwikkelen en wat we de komende jaren willen doen. En ik vind ook dat wij meer open moeten zijn naar de wereld. Dus wij denken wel dat wij internationaal uitrollen, maar wij maken geen internationale verbinding. Wij willen internationale producten verkopen. Maar de wereld is straks een wereld van samenwerken. Wij zijn echt niet in staat om alle innovaties zelf tot stand te brengen. Die zullen we moeten delen met andere partijen. Daar zullen we leren dat er vertrouwen voor nodig is. Dat je moet geven om ook te kunnen krijgen. Daar zijn we nog niet zo goed in.